Goedendag visvrienden, leuk dat jullie weer kijken naar Fisk de Lowlands met Hans, dat ben ik. Vandaag hebben we een speciale aflevering, want we hebben een giveaway gekoppeld aan een prijsvraag. En wat je deze aflevering kan winnen is het volgende. Een strandhengelset, de Surf Slayer van Shakespeare, inclusief molen, inclusief draad, inclusief toebehoren. Wat je niet erbij krijgt is de standaard, die moet je zelf maar even maken of regelen. En uiteraard geen zeepieren, want die gaan stinken voordat ik de prijs uitreik. Hoe kan je deze winnen? Wel, om te beginnen, je moet abonneren op mijn kanaal. En wanneer ik 500 abonnees heb, dan verloot ik deze hengel onder een van mijn 500 abonnees. Dus het is niet voor de 500ste. Was jij abonnee nummer 10, maak je net zo goed kans op deze hengel. Dan moet je wel even twee vragen beantwoorden in de reactie hieronder. En het zijn twee simpele vragen. Als je het filmpje bekijkt, dan kom je er wel achter. Eerste vraag is, wat is het beroep van Remo? En tweede vraag is, hoe heet het eilandje voor de kop van de haven in Muiden? Nou, abonneer je, geef antwoord. En vroeg of laat kom ik op abonnee nummer 500. We moeten nog even, maar dat gaat komen. Kan sneller gaan dan je denkt. En maak kans op deze hele mooie zeehengel. Succes! Vandaag ga ik weer vissen met Remo. We zijn even naar Remo's favoriete winkel gegaan voor zeepieren en zagers. En ik ben er inmiddels ook al een paar keer geweest. Als ik ga zeevissen, dan haal ik hier altijd mijn spulletjes in de Muiden. En de laatste keer dat ik hier was, toen hadden ze ook allemaal aquaria met vissen. Toen zei hij al, ik ga ermee stoppen, want aquarium kost 4000 euro per maand stroom. Om warm te houden alleen al. Oh, maar nou is het wel mooi geworden zeg. Er wordt één grote viswinkel. Nou, dit is natuurlijk helemaal gewoon een speelgoedwinkel voor mij. Ik ga hier eventjes rondsnuffelen. Hey Remo. Hey, Hans. Hey, ik wilde daar zitten, maar daar zitten we flink in de wind. Zoals we hier gaan zitten, aan deze kant. Ja. Mooi plekje rechts. Oké. Het plan is iets veranderd. We gaan hier zitten. Nou, die gaan naar het Forteiland. Ook vandaag weer niet saai. Er gebeurt weer van alles. Heb ze er eentje. Zou dit de eerste van vandaag zijn? Hengel, dan moet ik het eventjes iets rechter zetten, zie ik. Wow. Wat zit hier? Wat gaat hier moeilijk? Wow. Wat is dit? Oh, ik moet naar beneden hier. Nou, een scharretje en een stuk plastic. Maar hij voelde heel zwaar, dus ik denk dat er ook iets is afgevallen. Nou, dat duct tape, overal goed voor. Zo. Nou, de eerste schar.
Hartstikke leuk. Bye bye. Jullie zien geen dobber, hè? Nee. Nee, we kijken naar het topje van de hengel. Oh, en als die... Dan weet je het. Ja, een tikje kan een lijnzwemmer zijn, maar als hij echt trilt... Ja, hij heeft een schatje. Ook zo'n dingetje, dat jij hebt. Ja. Ja. Ik zie dat jij nog aardig in conditie moet zijn om hier zo naar boven naar beneden te lopen. Dat je het niet uitglijdt. Ja, maar ik heb een zwemdiploma. Dat scheelt. Jou kan niks gebeuren wat dat betreft. Hoi. Mooie schaar. Hoi, goed zo. Zo, de vissers gaan weer de zee op. Voor onze lekkerbek en kibbeling. Een scholletje. Er zijn twee schoorsteenvegers die elkaar zomaar spontaan even ontmoeten. Ja. Tijdens het vissen. Ja. U bent 55 jaar lang schoorsteenveger geweest. Ik ben nu 80. 80? Ja, ik ben nog steeds helemaal goed. Ja. Ik voel me eigenlijk wel vaak 40 eigenlijk. Maar dat komt doordat je altijd het klimmen geweest bent ook. Ja. Ja. Nou, ik voel me ook vaak 40, maar ik ben 25. Ik weet niet wat beter is. De groene hengel van Remo, die zie ik heel licht bewegen. En hij heeft een mooie, flexibele kop. Kom je even kijken of is het puur toeval? Echt waar? Echt toeval. Oh, wat grappig. Ik kom hier wel meer. Ja. Ik hou namelijk van de dynamiek die hier altijd heerst. Ja, gaaf is dat, hè? Ja. Beetje gevaarlijk dit. Wow! Wat? Hè? Het is hier nou weer aan de hand. Zo gaan mijn spulletjes stuk. Hè? Ja. Dankjewel. Ik heb er weer een lege haak. Nee joh. Ja. Ah, het beweegt behoorlijk, maar dat is de wind hoor. Remo die doet zijn lijn een beetje wippen en op het moment dat hij achter is, maakt hij zijn hengel zwaai. Wat goed. Ja, sommige dingen die worden hier niet verteld, die moet je gewoon afkijken. En dit was eigenlijk de geheim van de smid, had hij nooit willen vertellen, maar ik heb hem gewoon door nu. Ja, die heb je goed gezien Remo. En Remo heeft een schar. Leuk. Nou kijken. Dat is een katamara, dan kan je onderdoor kijken, zie je dat? Dat zal wel stabiel zijn dan. Leuk. Heel stabiel. Remo vertelt net dat bij de knoop van zijn haakje steekt nog een stuk touw uit. En dat heeft een groot voordeel, dat als je je aas eroverheen schuift, dat het aasje er niet af kan glijden. En bij mij... Iedere keer als ik hem omhoog haal, is mijn aas eraf. Dat glijdt gewoon weer ploep, net zo makkelijk over het haakje. Dus het is dan toch een ontwerpfoutje van deze paternoster. Hij heeft geen aanstopper. Een aanstopper is feitelijk gewoon een uitstekend draadje van je knoop. Ga ik wel rekening mee houden de volgende keer, Remo? Ja, gewoon eens heel simpel. Uitstekend touwtje, aanstopper. Nou, dat is dan de tip van de dag. We komen nu allemaal toeristen aan om te zien hoe Hans van Fishing the Lowlands scharretjes vangt.
Ik heb lamme arm van het handtekeningen uitdelen. Maar iedereen gaat nu tevreden naar huis. Het was een geslaagde sessie. Hey Remo, we gaan er vandoor, hè? We gaan afronden. Heb je lekker gevist? Mooie dag, gaat zo. Ja, toch? Ja. Nou, daar ben ik het van helemaal mee eens. Het is niet losgegaan qua aantallen. Maar ik denk dat ik gewoon twee tinten bruiner ben geworden vandaag. Heerlijk, dat zonnetje. Dat meizonnetje op mijn bakkers. Kijk ook even naar ons filmpje met de prijs vandaag. Maak kans op die strandhengel. Een paar vragen beantwoorden. Niet te moeilijk. En tot de volgende keer bij Fishing the Lowlands.